Autoliance, vleermuisvirus, huidhonger, quarantaine, seks. Allemaal nieuwe woorden die we 3 maanden geleden nog niet kenden en we nu dagelijks gebruiken. Door een virus dat alles en iedereen anders maakt, ook onze taal. Woorden die wereldwijd viraal gaan en die iedereen verstaat in zijn eigen taal. We zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen van Eva Maria Hoogstraat. Haar naam zijn met gepaste eerbied genoemd, dit uur en alle dagen van ons leven. Omdat een mens nooit alleen staat in het leven, zijn we vandaag hier bij elkaar. Om het verdriet te delen dat een leven zo plotseling is afgebroken. Maar ook de dankbaarheid voor de vele goede herinneringen die we delen. En we mogen elkaar ook troosten en bemoedigen in geloof dat een leven gedragen wordt, zelfs door de dood heen. Oké, we zijn dus op berenjacht. En we hebben nog maar 0 beren gevonden, maar dat is niet erg, want we zijn nog maar net begonnen. Ja. Hey, kijk daar, beren! 2 beren, dus 2 punten. Al 2 punten. Heel veel succes met jullie berenjacht. Doei! Doei!
Onzeker vanwege de coronacrisis. Onzeker vanwege de begrijpelijke zorg. Of het in deze omstandigheden nog mogelijk is om een volwaardig diploma te behalen. En die onzekerheid wordt nog eens extra gevoeld op een dag als gisteren, wanneer er extra maatregelen worden afgekondigd. Zeer begrijpelijk is dan natuurlijk direct de vraag: wat betekent dit voor mij in mijn situatie als eindexamenleerling? Thank you.
door. Wat? Nee! Goedendag. Toen ik bijna 9 maanden geleden voor het eerst een televisietoespraak hield over corona, hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. Minder dan een week geleden zei ik in de persconferentie nog dat we op een feestkomst. Ik zei toen dat strengere maatregelen denk zou waren als de besmettingscijfers verder zouden zijn. Dat is helaas precies wat we zien in de sneltreinvaart zien gebeuren. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Dat betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen. Met een paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien. Om kwetsbare mensen te beschermen. Thank you.
Was u iets vergeten? Ja, nee, ik heb een hele grote fout gemaakt. Oh, een hele grote fout gemaakt. Ja, en die moet ik herstellen. Want anders heb ik voor eeuwig ruzie met alle mensen in Dronten. Oh, dus ik moet die fout even herstellen. Nee, dat willen we niet. Het zit zo. We gaan grootschalig testen. Dat gaan we doen in een aantal gemeenten. Onder andere ook Dronten. Ik heb dat beargumenteerd met overal waar de prevalentie heel hoog is, gaan we beginnen met dat grootschalig testen. En daar heb ik, in dat rijtje heb ik Dronten genoemd. Maar de prevalentie is niet absurd hoog in Dronten. Daarmee heb ik Dronten een groot onrecht aangedaan. En ik wil dat bij deze herstellen. Excuses aan alle inwoners van de gemeente Dronten. De prachtige gemeente Dronten. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons best gedaan om, binnen de grenzen van het coronabeleid, ruimte te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt. We blijven ons, samen met u, inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar. Ik heb ook mezelf verkeerd ingeschat toen ik foto's terugzag, zowel vorige week als gisteren en vandaag, drong bij mij het besef door. Ik heb het zelf ook beslist niet goed gedaan. Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag. Het zou kunnen dat er de komende dagen nog meer van die foto's openbaar worden gemaakt en die zullen dat beeld pijnlijk genoeg verder bevestigen. Zoals ik in mijn eerdere statement zei, vandaag weer, het is die dag niet goed gegaan met betrekking tot de coronamaatregelen. Voorzitter, we hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar, hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Dat wil ik nog gezegd hebben. Ik wil graag precies schetsen wat er is gebeurd op donderdag 25 maart. Ik kwam die ochtend rond 8:30 aan in de stadhouderskamer waar mevrouw Jortsma al was. We hebben daar samen ontbeten. En nog voor we goed en wel eigenlijk waren gestart met de inhoudelijke bespreking, ging mijn telefoon. En kreeg ik de uitslag van een coronatest die ik preventief had laten doen. En geheel onverwacht was die positief. En ik zal eerlijk zeggen dat ik daar heel erg van schrok. Ik heb eigenlijk letterlijk mijn spullen bij elkaar gerist en ik ben gegaan. En ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen. En ik begrijp heel goed dat uw Kamer deze kwestie heel hoog opneemt. En mijn excuses gelden ook de heer Omtzigt persoonlijk. In de tweede plaats bied ik mijn excuses aan dat het gevraagde A4 überhaupt in de openbaarheid is gekomen. Dat is mijn schuld en van niemand anders.
Beste mensen, we vertellen onszelf in Nederland vaak dat we zo'n nuchter landje zijn. Door onze eeuwenlange strijd met het water weten we dat we niet alle onheil buiten de deur kunnen houden. Bijna alle mensen die meer risico lopen omdat ze ouder zijn of een medische aandoening hebben, zijn inmiddels volgens planning gevaccineerd. En die zien we dus al een poosje niet meer terug in de ziekenhuizen. Dat is de echte viruswaarheid. Vaccineren werkt. Dijk, dat zijn we samen. En als we ons dat blijven realiseren, dan wordt het vast een mooie zomer.